Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Manon en vandaag ga ik weer op pad voor de zonnebloem. Ik ga samen met mijn schoonmoeder naar de Hermitage in Amsterdam. Ik heb er super veel zin in, dus laten we snel op pad gaan. Ik kan natuurlijk nooit bij de bel. Goedemorgen, zegt u daar? En wij komen voor de Hermitage. Oh, u mag verder. Mooi, dank u. Kijk, hij gaat naar beneden. We kunnen het door. Uw bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Nou, dat klopt. Ja, je krijgt kaartjes voor de Classic Beauties. Ja. Daar zijn deze tickets voor. Ja. We hebben Wonders van de Gouden Eeuw ook. Dat zijn deze tickets. En je kunt ook het Outside Art Museum bezoeken. Met deze tickets. En die kan ons als het goed is iets meer vertellen over de toegankelijkheid van de Hermitage. Dus zeker. Wat doen jullie zoal? Wat doe jij binnen de Hermitage en wat doen jullie aan toegankelijkheid? Ik ben hoofd facilitaire zaken en veiligheid van de Hermitage Amsterdam. Ja. En dus ja, belast met alles wat met het gebouw te maken heeft. En bezoekersstromen, veiligheid, ICT, schoonmaak, gebouwbeheer. Okay. En ook belast met het maken van tentoonstellingen. Okay. En waar let je dan op? Nou, dan kijken we natuurlijk vooral naar of er voldoende ruimte is voor de toegankelijkheid. Ja. De breedte tussen de vitrines bijvoorbeeld om met je rolstoel tussendoor te komen. Ja. Ook of de techportjes op de goede hoogte hangen en niet te hoog of te laag. En hoe vinden jullie zelf dat het met de toegankelijkheid gaat nu? Ik denk dat we het best goed doen. Ja? Ja, zeker bij deze tentoonstelling Neoclassicisme, ja? Classic Beauties. Doen we het zeker goed. Zeker de tekstbordjes zitten volgens mij echt perfect op hoogte. En voor de rest in het gebouw, we hebben op alle verdiepingen een invalide toilet. Het is een hele brede doorgang. En hebben jullie nog ambities voor de toekomst qua toegankelijkheid? Nou, we zijn een paar jaar geleden gestart met musea in gebaren. Ja. Dat is echt voor mensen die ook slecht gehoord zijn of slecht ziend. Ja. Project samen met Foam hebben we het opgezet voor het fotomuseum. Dat loopt heel goed. We hebben een speciale gidsen eigenlijk, die dus getraind zijn, die in gebarentaal kunnen spreken. Okay. En dat daar ben ik persoonlijk best trots op dat we daar echt als early adapter dat hebben kunnen doen. Ja, ja. Oh, gaaf. Ja. Nou, cool. Heel veel succes nog. Dankjewel. Ja. Dankjewel. We hebben nu de eerste tentoonstelling gezien en we gaan nu door naar de volgende. Het is echt super interessant, echt heel mooi.
Het is 4:15 middags en wij gaan zo lekker naar huis. We hebben een hele leuke dag gehad in de Hermitage. Het was echt heel interessant. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd. Het was heel interactief, de huidige tentoonstellingen dan. En er was ook een audiotour en het ging over de Hollandse helden. En de audiotour was ook ingesproken door een Amsterdamse man. Daardoor begon het wel echt meer te leven bijvoorbeeld. En de toegankelijkheid was ook heel erg goed. Dus zeker een aanrader om hier een keer naartoe te gaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat hieronder even weten wat je ervan vond. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. En dit was tevens de laatste video die ik maakte voor de Zonnebloem in 2018. Ik wil jullie dus ook hele fijne feestdagen wensen. En ik hoop jullie in 2019 weer te zien. Dank jullie wel voor het kijken. Doeg!